In het landelijke Renkum delen Henk van Almenkerk en Angelica Lap een flat. Angelica beklaagde zich bij ons over Henks sportverdwazing. Hij schijnt zich een tenniselleboog te zeppen. Dit is niet waar. Ja, dit is waar. Jij bent toch Henk? Ik ben Henk. Vertel maar even, wat zijn de problemen? Nou, problemen. Henk is dus echt absoluut gek van sport. En dat varieert dus echt van het Redichem hier in Renkum tot aan Feyenoord in Rotterdam natuurlijk. Ja. Maar hij is ook niet vies van het dammen en ook van het autoracen. En wat je ook maar kan verzinnen. En hij wil alles zien op tv natuurlijk? Alles. Van de week hadden we dus een heel groot probleem, want we hadden drie wedstrijden tegelijk. Ja. Nou, dan heb je dus echt een probleem, want eigenlijk hij zit er al aan te denken om een nieuwe tv te kopen. Ja. Met zo'n extra dingetje erbij in, zeg maar, weet je wel. Dat we dus twee dingen kunnen houden. Dat hij twee wedstrijden bij elkaar kan houden. En dan hadden we er van de week drie, dus dan zit hij de hele avond... Ja, Champions League, dat is niks. Even kijken. Maar wat doe jij dan? Ja, ik zit altijd maar bij te kijken, want ja, ach... Maar jij wordt er natuurlijk een beetje gek van, of niet? Eigenlijk wel, ja. Ik wil eigenlijk ook wel eens een keer goede tijden zien of zo, maar... Of wat dan ook. Of wat dan ook, ja. Ja. We zijn op vakantie, we liggen dus even maar, op de kamer. In Indonesië? In Indonesië. Ja. We zitten dus zo weer te zappen, tenminste Henk zit als er weer te zappen, want dat apparaatje kom ik eigenlijk niet aan. Nee. En op een gegeven moment, Henk zit zo, hij zei, maar nou had hij het voor elkaar. Ik zei, wat is het nou? En hij zat er maar voor, zo weet je wel. Ja. En we denken, ik zei, wat is dat dan? Ja, dat is FC Bandung tegen FC Jakarta. Spannend, hè? Je wordt licht geterroriseerd met de sport in huis. Ja. Zo zit het een beetje. Ja. Nou, misschien heb ik een oplossing voor je. Ik ga even iets halen. Ja. En ik kom zo terug. Deze televisie komt ergens anders te staan. En dan ga jij naar sport kijken en zij kijkt in de huiskamer naar wat zij wil zien. Yes! Zo. Nou, stekkertje zit erin. Nou, Henk, kom er even bij. Kom er even bij. Ja. Goed. Nou, dit is jouw plek vanaf nu. Kijken of hij wat doet. Ja. Inderdaad. Daar gaan we. Norwich, hè? Norwich tegen Inter. Ik vind het perfect. En vooral omdat hij een eigen zapapparaat heeft. Ik bedoel, ik denk dat je hem niet blijer kan maken. Kijk, hè? En dan kan hij gewoon lekker voetballen kijken. En jij kan in de huiskamer gewoon perfect. Je eigen... Perfect.